Het is zeeklei. Van de Middelzee. En dit is hooiland. Waarschijnlijk al 800 jaar. Nou, daar ben ik dus voor het eerst in al die 800 jaar en misschien nog wel langer boompjes aan het planten. Dat is dat is wel een opstandige daad eigenlijk in dit land. Het is een soort, ja, ik voer actie voor de bomen. Die mogen ook hier op de zeebodem staan. Nou, en dit zijn dus al die uitgestoken kluiten, zeeklei. En die heb ik in een kronkel neergelegd, zodat overal hoekjes zijn. Hoekjes voor de insecten, voor de muggen, om achter te kunnen in de luwte als het waait. En voor de aardhommels die in de winter hier in al die gaatjes een plekje kunnen vinden om te slapen. Deze hele akker komt vol te staan met boompjes. Van hoog naar laag. En daartussendoor een kronkelpaadje. Met mooi wit straatzand erop. Zo. Ik heb echt dagenlang doorgewerkt om al dat water te bergen. In al die sleuven en gaten en kruiwagens vol. Je krijgt er wel spierballen van, hè? Maar ze voelen nou loodzwaar. Dus af en toe moet je rustdag nemen en dat doe ik vandaag. Een hele dag voor me.